In deze editie van het Stadscafé wordt gesproken over het thema vuurwerk. Bewoners, ambtenaren en gemeenteraadsleden gaan vanavond met elkaar in gesprek. Wordt Amersfoort een vuurwerkstad? Worden we vuurwerkvrij? Wat zijn uw bevindingen tot nu toe van deze avond in het Stadscafé? Nou, wat je in ieder geval in de zaal merkt is dat het heel veel emoties losmaakt. Kijk, je hebt een aantal, een flinke groep die zegt wij zijn voor vuurwerk. Je hebt een flinke groep die zegt we zijn er tegen. En dan heb je een groep die zegt nou, als het wat met beperkingen is, dan kunnen we ermee omgaan. En daar zit denk ik toch het beeld van het evenwicht wat je met elkaar probeert te bereiken. Ik ben op sommige punten misschien zelf ook een tegenstander. Dus het is heel lastig om echt te zeggen, nou, daar klopt helemaal niks van. De dierenbeschermers die hebben vaak wel gelijk in wat ze zeggen. De dieren die ervaren heel veel stress. Dat is niet alleen voor de knallen, maar bijvoorbeeld ook voor de geur van het kruid, voor de lichtflitsen. Ze krijgen dan een natuurlijk instinct om te willen overleven en willen graag vluchten, maar dat kan niet. En zeker voor de gehouden dieren, daardoor ervaren ze veel stress. Uit onderzoek is gebleken dat de honden in het buitenland, dat honden en katten, dat 50% daarvan ernstig stress ervaart rondom de jaarwisseling door het vuurwerk. Maar aan de andere kant, het blijft altijd maar dat ene dagje, dat ene momentje. En misschien moeten we maar blij zijn dat het niet een week is of dat we niet leven in een land met een oorlog waar er continu geknald wordt. Nou, vanavond worden er natuurlijk ook alternatieven besproken, hoe je met vuurwerk om kunt gaan en bijvoorbeeld een vuurwerkshow. Wat zou voor u een goed plan zijn? Ik zou een vuurwerkshow mooi vinden als de mensen ook de vrijheid mogen hebben om zelf op een kleine schaal hun vuurwerk af te steken. Het voorpret, als je zelf vuurwerk gaat kopen, samen uit gaat zoeken, vader en zoon, dat begint nu al. Als je naar een vuurwerkshow gaat, denk je een uur van tevoren, oh ja, ik ga naar die show. Het eigen stuk van de mensen, ik hoop dat ze dat mogen blijven houden. Het begint altijd, we vroeg in augustus of zo, dan komen de eerste demo's van importeurs in Nederland. Met nieuwe producten waar we dan gaan kijken. En zo langzaam aan september begint het steeds meer te kriebelen. En dan komen de folders weer en bestellingen maken. En dan wachten tot 31 december. Ik denk dat het stoppen van het vuurwerk, dat je heel veel mensen ontneemt van een pleziertje. Maar ik denk wel dat het een mogelijkheid zou zijn om de tijdstip iets aan te scherpen. Dat je zegt van we beginnen iets morgens om 10 uur met toestaan. Hè, dat de kinderen naar buiten gaan, dat de jongeren naar buiten gaan. Maar dat je het iets later doet om de mensen tegemoet te komen. Helemaal verdienen denk ik niet. Ik denk ook niet dat het kan. Er wordt veel gevraagd om controle, hè, overheid, handhaven. Maar dan moet je ook reëel zijn. We zijn niet in staat om op iedere hoek dingen te controleren. Wie steken af? Dat zijn toch heel veel jonge mensen, kinderen. Zijn de ouders, opvoeders daar dan bij betrokken? Daar zit wat mij betreft echt een belangrijk signaal in. Ook naar al die ouders die ook nu kijken van, heb nou in de gaten wat je kinderen doen. Dat is ook iets wat ik tegen mezelf zeg, want ik heb ook kinderen. En die kan je ook niet continu in de gaten houden, maar ze meenemen, heb je in de gaten wat je doet. Ziet u uzelf ook als een iemand die toch ook wel een stukje voorlichting moet geven aan de mensen die vuurwerk komen kopen, zoals kinderen? Beslist. Onze opvoeding begint op het moment dat een kind een krantje komt halen. Ik zeg dan altijd, je mag het krantje mee, maar denk eraan, altijd afsteken waar een volwassene bij is en doen wat de volwassene zegt. Zo beginnen we. Het zijn kinderen uit onze wijk. Ze komen voor het eerst als ze 8 jaar zijn om het foldertje. Ze komen nog als ze 18 zijn. En ik zie dat in onze wijk verantwoord in het algemeen met vuurwerk wordt omgegaan. Een deel daarvan is hoe wij het rondbrengen. Ik vind het belangrijk. U bent van de onderzoek en statistiek gemeente Amersfoort. Jullie hebben met Amersfoort Panel een onderzoek uitgevoerd over vuurwerk. Kunt u korte resultaten herhalen voor mij? Nou, heel veel. Alleen in het kort blijkt dat van de 2400 Amersfoorters die meegedaan hebben aan het onderzoek, dat een kwart zegt we moeten het niet verbieden. Een kwart zegt je moet het helemaal verbieden. En de helft zegt je moet het enigszins verbieden. Je zou dus moeten zeggen van een kortere tijd of minder knalvuurwerk. Dat is wel de duidelijkste uitkomst. De meningen zijn verdeeld. Wij zijn in ieder geval heel benieuwd hoe in de komende jaren Oud en Nieuw hier in Amersfoort gevierd gaat worden. Wil jij je mening geven? Doe dat op facebook.com/033eva.